Het is eind jaren 80, de tijd van nieuwe vrijheden. In Zuid-Afrika wordt Nelson Mandela na jaren in de gevangenis op Robben Island vrijlitten. In Polen wordt dissident Lech Walesa president en MC Hammer scoort de simmerhit. Stop. Hammer time. Keith Haring is dan de hipste kunstner van de wereld. En het is de tijd van hutfietser Wibren Veenstra van de Harkema. De eerste Fries in de Tour de France. Harkiet Wibren Veenstra wen het nou in Drachten met zijn gezin. Hij is vertegenwoordiger in automateriaal en toch niet meer in de hutfietserij. Toch zijn een soort meisje het nog maar in moeren fietsen. En dan daar komt een rooi, we worden opraken en dat gebeurt nog wel wekelijks. En dan met name hoe die eerste tour van Wibren in 1988. Een wedstrijd met een nieuwe start. Ik zie het net in de selectie voor de tour, maar. Ik begon die dag te visken op de Burg van Mar, mijn huid, mijn Wopke, mijn Zwitser. En daar ben ik nog een bij. Nou, en we kwamen thuis. En toen zei ze me van, ik was naar de Tour, ze gaat bellen. Nou, ik zei, ik ken het, ik zit in de selectie. Dus, maar ze zei, nee, dat zie je niet van. Ik was erin. Dus, nou, hals over kop naar Midden-Frankrijk. En nou, zo is dat begonnen. Het is wel heel hoog in het leven als het is natuurlijk. Dit is, alles wat dan op die paard komt is prachtig en mooi. En het, ja, dan kom je eraan en dan ben je er. Hetgeen was op televisie, zoals dat maakt het dan niet werkelijk mij. Dus de gesponsorde auto's van Fiat en het hele circus eromheen. Dat is geweldig. Er kon niks meer stuk natuurlijk. Hè. Puur op het feit alleen al als dat er een meid aan mocht. En, ja. De droom bij al uitkwam. De eerste dagen van de Tour leidt het succes op de loer. Paradij weer een etappe. Mjaans en jongens wie het een ploeg die er is. Dus in Mjaans werd ik denk vierde in de etappe. En middags werden we tred in de ploeg die er is. Dus het weer, de start weer geweldig. Dat houdt het succes net aan. Heel wij de Tour komt Wibren te val en een paar dagen later zitten we thuis. Toen pas kreeg het troch hokker indruk het Friese Tourdebuut maken hier. Als het omkomt, dan haast wel. Dan kreeg pas in de gaten was het, ja, was de week gebracht haast bij een Prudemezen. Ik kreeg een beeld van het dwarsbelang van Harkema. Dat soort dingen, dat is prachtig. Pas in 1999 krijgt Wibren een werkkans in de Tour. En dit keer helpt het de Paris-Wol. Er staan nou, ik kan wel zeggen, een miljoen mensen, hè? Of een miljoen mensen staan er wel. Nou, en ik zie het eerste wat ik zei, wie mijn vrouw. Ja, hoe dat ken ik niet, maar ja, wie ik mis natuurlijk, hè? En ja, die zei ik dus, dat zei ik voor het niet in wel. Ja, en voor de rest wie het ja, genieten zich met de laatste rondjes. De Tour van 1990, wie ik Wibren's laatste. Nou, ik hield eigenlijk wel gewoon met de Tour. Het was net mijn wedstrijd. Ik heb me net prettig, nooit prettig rieden, laat ik het zo zeggen. Ik reed ooit goed in etappekoersen, eendagskoersen. Daar wie ik volle beter in. Dus op een gegeven moment moest ik zeggen van, ja, je bent goed in, hier specialiseer ik me in. Nou, en dat wie de Tour net. Wibren neemt dus mij naar Piet Hoekstra, die hem coachte voordat de prof waard. Goedenavond. De post was loodrijk. Wat was voor jou? Ja. Hey, goed jongen. Goed. Mooi, Marieke. Mooi. Hoekstra kan hem Wibren nog wel herinneren. Een harde kiet, zeiden we dan. Hè? Dus
mouwen op stroepen en de tjernoor. En ja, ik wil gezellig, jongen, maar het is, ja, vanuit die streek ben ik wel van die man die het wel van oppakken waren, horen en dat soort dingen. Dus ik kom al een koffie voor zelf en ik zeg hem wel aankomen. Dus van, oh ja, dat is iemand die maar straks zien dat we die inlieven. Ik koe wel aanzien op een fiets op mijn manier. En ik woon wedstrijden en maar hij had me echt, ja, aanzien leerd. In de gruwelste zin van het woord, kan ik maar zeggen. Ik denk dat ik net eerst een volle drukte mee weer benauwd. Het is meer op het menselijke vlak om te zeggen, een wat hudder meisje in zijn totaliteit. En ik denk dat goed slag is. Toen hebben we een trainingsweekend in Eekst. En we gaan mejaars te trainen, iets van 50 kilometer of 60 kilometer. Toen gaan we op fiets middags naar Emmen. Daar gingen we een trainingsklassieker. Die was 130 kilometer. Maar die rieden we uit. Of tenminste, ik reed hem uit, ik werd zwart of tred, weet ik veel. Maar inmiddels weer het zaadbord begon te rijden, en hagel en snieën. Dus ik kom op de streep, ik zei, nou ja, ik zet de fiets maar op auto net. Ik zei, dan geef we samen naar Eekst. Want ik weet de eerste die nog naar de hoeveel. Hij zei, nee, hij zei, we kunnen maar een stukje achter de auto. Dus ik wie als een stienje zak hoort, ik kon niks meer. Dus toen kwam in Eekst aan en haar, voor mij, Thijs de Vries en Henk Bouwman of zo, die hebben me toen van de fiets al helle, die hebben me in de douche zetten met de helm op en nou, daar heb ik won oren stien en ik ga hem verwensken. Hoekstra is er wist van dat de carrière van Wiebren ook oren inspireerd had om het hutfietsen op te pakken. Ja, natuurlijk, maar dat is dus echt het hele effect wat een sporter in die omgeving dwang in. Dus, het is net alleen in Harkema, maar in heel Friesland. Dat had Wiebren had aan mij om mij die hebben. Nou, als het in Burgers Wening, hoe hype dat ik even west is. Ja, natuurlijk brengt dat jonge mensen op de fiets. En onder voor de wielersport. Maar dat Wiebren het na twee keer Tour de France wel best voelt, is nevens Hoekstra ook wel logisch. Wiebren wie geen klimmer. En als je dus een sprinter. Het hamaten van drie of vier dagen en dat er wat zin zit, je moet wel drie weken terugkomen. En dan is het voor een net klimmer is net simpel om even de tour even beëindigen. Maar dan maak je het echt met die call zeker hoor. Dat is voor een net klimmer. Meestal de meeste sprinters zijn zeker geen klimmers. Dus is dat een lijdensweg. Door haast het wielrennen op zich, maar als in wedstrijden en haast de tour. Dat is een apart hoofdstuk. Dat is met niks te vergelijken. Ze rijden daar een tempo wat 2, 3 of 4 kilometer gemiddeld hoger leidt. Ja, constant. Dus dan moet je helemaal omschakelen. Het is een complete oren wedstrijd.